Dit is De Lint in Oosterwijk. Op vrijdag 17 mei komt een man bij deze bank een groot geldbedrag halen. En dat heeft hij een paar dagen van tevoren besteld, want dat soort bedragen kun je niet zomaar opnemen. Daar moet je eerst een afspraak voor maken. Het is bijna 11:30 in de ochtend als de man met zijn net opgenomen geld de bank uitkomt. Voordat hij naar huis gaat, wil hij eerst nog even wat boodschappen doen. Daarvoor gaat hij naar Oorschot, een paar kilometer verderop. Hij neemt de A58 richting Eindhoven. Via de snelweg is hij er zo en binnen een paar minuten heeft hij zijn boodschappen gedaan en is alweer op weg naar huis. Het loopt inmiddels tegen Ene. Eenmaal thuis aan de Wim Brugmanstraat brengt hij de boodschappen naar binnen. Als hij zijn laatste doos uit de auto wil halen, gaat het mis. Ontzettend geschrokken en met meerdere kneuzingen in zijn gezicht blijft de man op de grond achter. En weg is zijn geld. En de eerste vraag die opkomt is natuurlijk, hoe wisten die twee overvallers nou dat die man hier zo'n groot geldbedrag bij zich had? Was dat toeval? Dankzij meerdere oplettende getuigen hebben we in ieder geval interessante aanknopingspunten. Om te beginnen zijn dat de daders zelf. Twee donkere mannen van rond de 25 jaar, met gel strak achterover gekamd haar, goed gebouwd en met donkere kleding. En dan is er natuurlijk nog de auto van die daders. Een groene Seat Cordoba. En getuigen hebben een deel van het kenteken genoteerd. Nou, wie kan nou zo'n auto in verband brengen met deze twee daders? En wie heeft die auto nog na de beroving weg zien rijden? En zat daar misschien een derde overvaller in? Bovendien kan het iemand zijn opgevallen dat die daders na vrijdag 17 mei ineens over veel geld konden beschikken. Bewakingscamera's uit de buurt hebben de groene hatchback Seat vastgelegd. Ook de bumpers zijn groen gespoten en de auto heeft zilverkleurige wieldoppen. Al met al is die groene Seat een interessant spoor naar de daders. Want hebben ze in die auto hun slachtoffer al eerder achtervolgd? Is het iemand opgevallen, een sportieve Audi RS3, gevolgd door een oude Seat hatchback? Of heeft die auto al eerder hier in de wijk gestaan? Zegt de combinatie van twee donkere jongens van rond de 25 jaar en de groene Seat u iets? De tiplijn is nu open. 0800 60 70. Als u liever uw naam niet zegt, bel dan 0800 7000. Volg deze en andere zaken ook via Facebook.